Welkom mensen bij de tweede aflevering van het Feyenoord FIFA toernooi. In de vorige aflevering zagen jullie hoe Ramon ten Hove er met de overwinning vandoor ging en eerst werd in de pool. Hier is hij geplaatst voor de finale en zal hij het opnemen tegen de winnaar van pool 2. De pool van vandaag zou bestaan uit Kevin Dix, Dylan Vente en Ricciano Habs. En ben je nog niet geabonneerd op het Feyenoord YouTube kanaal, doe het dan zeker. En doe ook zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En heb je de vorige aflevering nog niet gezien, ga je dan zeker even checken. Zeker een aanrader en weet je ook gelijk hoe het helemaal in elkaar zit. Veel plezier met de eerste wedstrijd en de eerste wedstrijd is Kevin Dix tegen Dylan Vente. Oké, wie wilde eerst beginnen met de eerste vraag? Ikke. Welke twee spelers zijn dit seizoen in de Eredivisie het meest ingevallen? Je moet eentje goed hebben. In de hele Eredivisie? Ja, gewoon de hele seizoen. Hey, niet één dag. Bilan? Nee, die was net niet. We hadden er drie, zijn veel ingevallen. Boyd en Amrabat zijn 9 keer ingevallen. Ik wou ze allebei zeggen, maar ik dacht van... Bilan is 8 keer ingevallen. Na hoeveel seconden scoorde Dirk Kuyt de eerste goal? Ik weet dat. Tegen Heracles. Je mag er 3 naast zitten. Nee, joh, dat is makkelijk, man. Dirk Kuyt tegen? Hey. Ja, vorige kampioenswedstrijd. Kampioenswedstrijd, broer. Was het in een minuut, ja toch. Oh, dat is 42 seconden. Nee. Volgens mij rond 15. Nee, dat is 38. Nee, hij zat er bijna al. Hij zat bij 3. Ah, yes! Ja, hij zat er veel dichterbij, maar hij zat wel close. Nee, maar hij is niet goed. Nee, het is niet goed. 15. Oké, hoeveel is Dylan Vente rated in FUT? Ik denk 61. Ah, hij zit niet in FUT. Nee, maar hij was sowieso. Ja, maar dat is toch strikt. Maar hij was ook 64 op aftrap, dus het was ook verkeerd. Hoeveel ratings is Dix hoger dan Nieuwkoop op FUT? Dat weet ik ook. En even toch? Ja, precies. Klootzak! Ja. Oké, okay, Rip Ronaldo. Doe maar niet zo erg. Ramos eruit, man. Dat is niet zo erg. Sportief hoor, sportief. Ja, weet je, je mag hem ook niet erin zetten. Nee. Komen, nee, ik heb verloren. Niet. Dus ik moet hem eigenlijk op de tribune zetten. Ja. Oh, geen één vraag. We hebben maar één vraag goed, dat is slecht hè. Voorspellingtje. 3-0. Statistieken zijn mooi, jongen. Wat is dit voor slome gedoe, joh? Ja, maar dit is toch slome. Zo, is wel een. Daarom schop, heb je wat is dit? Ja, is zo'n training toch? Kijk dan maar. Is dat echt je bent wel modus kwijt. Ik zie hoe je speelt. Matthijs schopt, oké, okay, maar dat hoeven jullie hier niet te doen, hè? Pak die bal. Nee, niks. Ja, voor mij. Ja, natuurlijk. Hey, drapje. Misschien nog rood ook. Deze bal moet je gewoon zo inbrengen. Die gaat erin, hij hangt zo! Oh, een kutgoal zeg, wat een ongelofelijke kutgoal. Dit is gewoon een doel, toch? Dit is gewoon FIFA. Dit is gewoon FIFA, ben je gek? Oh nee. Hij moet daar hoor. Het moet hangen, hè? Niet met Ronaldo nemen. Oh, zo ja. Ik hoef jou het helemaal niet te vertellen trouwens. Oh. Ja hoor, hangen. Benzema scoort nooit een goal in het echt, maar. Echt naar de camera. Vamos. Mag allemaal gebeuren. Oh, word je toch even in de luren gelegd? Dat was Ramos nooit overkomen. Nou, weet je wel iets vraag? Ja, wat een tip! Naar de camera lopen. Als deze erin vliegt. Oh ja, hij vliegt er zo nog in ook. Nu zijn we wel gelijk met kutgoals. Ja, dat ben je een kutgoal. Ah, net te sloom. Oh ja, daar gaat hij. Knikken. Oh! Echt typisch Real Madrid, hè. Knikken. Dit is knikken. Ja. Oh, dit is gewoon weggeven. Dit is gewoon cadeau. En dan ligt het open. Benzema voor zijn hattrick. Oh, wat doe je? Ja. Maar als die count is dat heeft. Zo! Oh, je mag goal! Nee! Ja, hij scoort hem gewoon! 1 counter in de tweede helft. Hij ligt erin. De hele tweede helft niks te vertellen. Kan nu even de bal bijhouden in de corner, hè? Nee, dat is ook bijna. Oké. Als je verliest, lig je dan meteen uit? Nee. Nee. Oh! Maar dit is niet goed. Dit is gewoon in de 5 meter, hè? Ik kan hem mee in de wedstrijd zijn, toch? Dylan Vente ging er dus met de overwinning vandoor in de allereerste wedstrijd in deze pool. En dat zorgt uiteraard voor deze stand. Vente staat op nummer 1 en Dix op nummer 3. Gewoon onderaan, terwijl hij dacht dat hij ging winnen. Ongekend. De tweede wedstrijd in deze pool zal Ricciano Habs zijn tegen Kevin Dix. Dus Dix heeft de kans om revanche te halen. Maar of het ook gaat lukken, gaan we natuurlijk nu zien. Klaar voor de vragen? Ja. Hoeveel spelers hebben er dit seizoen rechtsback gespeeld bij Feyenoord? In de basis. Amrabat, Sint-Justen, Nieuwkoop en ik. Ja, is goed. Makkelijk. Is goed, ja. Messi! Nee, man. Messi! Nee, man. Je moet je gewoon in de tribune zetten nu, hè? Nee, man. Jawel. Echt. Ja? Tribune. Ja, man. Ja. Is hetzelfde, maar dan voor linksback. Hoeveel spelers hebben we dit seizoen linksback gespeeld bij Feyenoord in de basis? 2. Jammer, man. Ik ook. Fuck! Het waren zelfs 4, hè? Oh, 4? Wie dan? Nelon. Oh, ja. Lazio. Shit. Jammer dit. Oké.
Ready, volgende vraag? Ja. Wie denkt dat hij het FIFA toernooi zeker gaat winnen? Maar dat is toch open vraag? En heeft het ook gezegd? Heeft het uitgesproken? Tegen ons? Ikke. Nee. Oh. Bilal. Oh, Bilal, maar Bilal heeft dat verloren. Ja. Wie denk je? En Bilal ligt al uit. Bilal heeft Fino verloren. Wie denk je? Er was één speler uit de selectie en die noemde Kevin Dix een Chinees. Wie was dat? Zo, weet je hoeveel mensen? Ja, dat kan niet. Weet je, Sven? Nee. Kan niet, weet je hoeveel? Nee, weet je hoeveel? Sven, iedereen noemt hem Chinees. Yes. Kan niet, man. Nee, dit... Ja, maar ja, fout is fout. Ja, ja, sorry man, ik maak de vragen niet. Het zit er niet goed bij mij in de afwerking. Nee, kijk. Nou, hij moet wel hangen hoor. Slecht. Als je door wil in dit geweldige FIFA toernooi. Best toch. Je moet zeggen, iemand die nooit speelt. Speel je best goed. Ik kan het wel, maar ik speel het niet meer. Zo! Ah, te veel. Oef. Ah! Ja, FC! Ja? Je wil zo scoren? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Alles moet je scoren. Oké, is goed. Oh. Nee, man! Zo. Mooie doelpunt. Ja, goeie goal wel. Door, kom op! Het maakt niet uit voor de tijd. Nee. Zit je hem niet net lekker in, bedoel je? Ik zit hem nu goed in. Het zit me wel dwars dat je Messi weg hebt gehad. Met dat? Ja, man. Tikka! Tikka! Oh! Zo. Dat was echt... Uitstekend. Uitstekend met zo'n schot? Ja. Ze komt er een beetje in, hè? Ja, ik zie het. Hangen! Oh! Nee! Wat toch geluk! Carvajal, kijk maar, hè? Een real counter. Oh! 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 Je legt hem gewoon af, hè? Ja, tuurlijk, man. Ja, zie je? Daarom, je moet niet afleggen. Nee. Nee. Kom, nog eentje. Nog één en dan? Ja, dan heb ik plus één. Hé! Hey. Oh, wat een domme. Oh. Kev, man. Lekker, man. Wordt spannend dit, hè? Je moet wel ding winnen, man. Gaat die Messi eruit halen? En het is Kevin Dix dus gelukt om revanche te halen op zijn allereerste wedstrijd. En daardoor is dit nu de stand. Er is nog een mogelijkheid dat het helemaal gelijk wordt getrokken. Dat komt als Habs nu met 2-0 wint van dit event in de laatste wedstrijd. Dat zorgt er namelijk voor dat iedereen op een doelstand komt van 0. In dat geval hebben we een nieuw scenario bedacht. Maar we gaan natuurlijk eerst kijken of dat het geval gaat zijn. Veel plezier met de derde laatste wedstrijd. Wil jij beginnen? Ja, is goed. Okay. Wie is de snelste speler op FUT in het team van Feyenoord? Bilo. Nee. Absie. Bam! Absie schot van mij 2 pace, volgens mij. Hij heeft 89, voor mij Bilal was 87. 88 zelfs. Hé, hey, dat moet je toch weten, man. Zo makkelijk. Okay, vraag voor jou. Wie is de traagste speler op FUT van 5? Ah, ja, dat is jouw Arif. Nee. Bottakin is slommer. Is Botta slommer? Ja, echt een stuk ook. 34 pace. En Jan-Arie nog 44. Sjoe, dit is wel echt gratis. Dit is een gratis puntje geweest. Wie is de slowste op de training dan? Jan-Arie. Ja. Welke speler heeft dit seizoen voor jou, Dylan, een hat-trick gescoord? Dit seizoen? Ja. Niemand? Ja, Beker. Oh, Sam, ja. Nee, jammer, je hebt fout. Oké, okay, laatste vraag voor jou. Het is best wel makkelijk, dus waarschijnlijk ga je wisselen. Welke speler heeft er dit seizoen in totaal meer goals gescoord dan basisplaatsen gehad? Je begrijpt die vraag niet, hè? Welke speler van de selectie heeft er dit seizoen meer gescoord dan dat hij in de basis heeft gestaan? RVP. Ja. Ja. Ja, we dachten allebei een makkelijke vraag met die hat-trick, maar het was een beetje instinct omdat het Beker was. Wie gaat eruit? Ja, één wisseltje voor Abs. Iedereen? Ja. Gewoon even meer snelheid. Jong! Nee, dat is foutje, jongens. Oeh, Link uit de Rashford. Wat goed gespeeld, zo! Mooi hoor. Lukaku niet nodig, joh. Ja, ligt hij erin al, ja? Oh, je moest 2-0 winnen om het gelijk te trekken. Ja, maar na 3-1 dan. Shit. Scheids, man. Tweede keer. Oh! Wat doe je? Oei, Pogba. Hey, goed gespeeld. Goed gespeeld. Oeh, wat doet hij? Je schiet niet. Ik schoot wel. Ja. Ja. Oh, maar. Ja. Keeper! Nee. Ah. Oh! Ah. Oh. Martial. Het is gedaan. Ziek hoor. 5 goals. Het is gedaan. Vooral, het is gedaan vooral voor Dixie.
Hey! Is Jantje. Shit. Is Jantje, is dat weg? Of, Ja? Mag je, je mag het zelf weten. Ik dacht al, want waarom heb Bilo dan. Nee, dit was 2-0, 2-0. Maar de Jantje is toch eerste helft? Ja. Je hebt goede tiki-taka. Wat doet hij? Ik wou die kap doen. Nee, ik wou die kap doen. Nee! Ah oh, ja. Wat doet die? Oh! Nee. Kans op een Jantje. Hebben jullie nog een nieuwe serie van mij om te kijken? Missy Mark, ken je dat? Zo! Zo! Hoe kan dit? Zo! Dat is echt ziek. Hoe kan dit? Ai, ai, ai. Keeper. Nee, de goal. Lekker hoor. Hij kan nog één. Met vijf blokjes kan hij erin. Goed gevoel hoor, de Barça. Coutinho. Mooie goal. Ja, thanks man. Nog vier. Hé. Hey. Oh. De beentjes. Nee, nee. Oeh. Nice. Niet? Dan. Ga nog een keer, Lingard. Gefeliciteerd, man. Ik hoop dat je die toernooi wint. En na deze uitslag is dit de eindstand van pool 2. Haps dus op een teleurstellende laatste plaats. Dix in de middenmoot. En Dylan Vendt de winnaar met ja, gewoon 6 punten in 2 wedstrijden. Zeer goed gedaan. De finale zal dan ook Ramon ten Hove tegen Dylan Vendt zijn. En daar gaat beslist worden wie de beste FIFA-speler in de selectie van Feyenoord is. Ik hoop je deze video leuk vond. Als je hem leuk vergeet hem zeker niet te liken. Ben je al niet geabonneerd op het Feyenoord YouTube-kanaal, doe het dan zeker. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! Kan hem één de beste zijn, toch?